Let's Go kan ik mijn eigen dashboard gaan samenstellen. Hij is nog leeg, dus ik klik snel de configuratiemodus open en ik krijg een lijst met opties. Ik wil maar eens beginnen met de e-mail widget. Agenda vind ik wel leuk. Reminders, snel zoeken, kandidaten met één klik. En eventueel kun je ze ook slepen en sleep ik dus mijn vacatures nog even hierin. Vervolgens wil ik ook nog even de volgorde en de grootte aanpassen. Ik selecteer het widget dat ik wil verslepen. En die zet ik hierboven. Nou, mail heb ik liever wat groter. Nou, dit ga ik ook nog even de andere doen, zodat ik een mooie gevuld dashboard krijg. Dus ik selecteer deze. Ik vind het nou goed staan. Dus ik sluit mijn configuratiemodus weer af. En vervolgens staat mijn eerste dashboard klaar voor gebruik. De widgets op mijn Go dashboard kan ik zelf heel gemakkelijk configureren. Hiervoor ga ik terug naar de configuratiemodus en klik op het configuratie-icoon in het widget. Ik begin met het configureren van mijn e-mail widget. Ik pas de titel aan naar mijn e-mails en in plaats van blauw heb ik liever een rood widget voor mijn e-mails. Nou, mocht ik toonselectieoptie in het widget selecteren, betekent dat dat ik de weergave nog in het widget kan veranderen. Daaronder kan ik de standaard weergave instellen. Hier kan ik mijn eigen folder selecteren, maar ook folders van collega's als ik daar de rechten toe heb. Met uitgeschakeld toont hij alleen mijn laatste e-mails. Of ik kies voor de filterweergave, zodat ik hele uitgebreide zoekopdrachten kan maken. En alle e-mails die aan die zoekopdrachten doen, zullen dan in mijn widget verschijnen. In dit geval wil ik gewoon mijn eigen inbox tonen. En zet het aantal resultaten per pagina op 20. Mijn e-mailwidget is nu geconfigureerd en komt overeen met wat ik daar wil zien. Doordat ik de widgets kan configureren, kan ik ook meerdere widgets van dezelfde module op één dashboard gebruiken. Ik ga je dit laten zien met mijn agenda widget. Ik maak even wat ruimte en selecteer vervolgens nog een extra agenda widget. Even onder elkaar. Op dit moment tonen beide widgets dezelfde informatie. Nog niet erg logisch, dus ik ga het eerste widget aanpassen via de configuratieknop. De titel van mijn eerste agenda widget pas ik aan naar maandingave. De kleur vind ik prima en bij weergave selecteer ik maan in plaats van compact. Nu heb ik het eerste widget geconfigureerd en als ik terugga naar mijn dashboard zie ik mijn maandkalender terug. Wat is nou het leuke aan twee agenda widgets, is dat ik deze ook aan elkaar kan gaan koppelen. Dat betekent dat ik ook de configuratie van het tweede widget ga aanpassen. Ik ga hiervoor weer naar het configuratie-icoon van het widget. Pas de titel aan naar bijvoorbeeld afsprakenlijst. Bij weergave stel ik ditmaal compact. En bij koppel aan kies ik voor maandweergave. Nu zijn de widgets aan elkaar gekoppeld. Dus als ik nu op een specifieke dag in mijn maandweergave klik, past de afsprakenwidget zich automatisch aan, zodat hij de afspraken van de betreffende dag laat zien. Dus door twee dezelfde widgets anders te configureren op te koppelen, creëer je enorm veel mogelijkheden. Doordat je zoveel configuratieopties hebt bij je widget, kan je ook hele specifieke lijstjes maken. Ik wil bijvoorbeeld een heel specifiek lijstje met kandidaten maken. Daarvoor ga ik eerst een aantal zaken op mijn dashboard verplaatsen, zodat mijn kandidatenwidget wat prominenter in beeld is. Nu wil ik in dit lijstje alle nieuwe saleskandidaten gaan tonen. Ik noem mijn widget nieuwe saleskandidaten. Nou, de standaardkleur vind ik prima. Bij mijn standaard weergave wil ik mijn kandidaten tonen op basis van een specifiek filter. Ik heb namelijk eerder het filter nieuwe saleskandidaten via website aangemaakt. Gewoon vanuit mijn kandidatenmodule. Die wil ik dus gebruiken om de kandidaten te tonen. Daarnaast wil ik van iedere kandidaat nog wat extra gegevens in het widget tonen. Nou, nadat ik het widget heb opgeslagen, zie ik mijn nieuwe configuratie in het widget terug. Nu is mijn widget ingesteld om alleen maar alle nieuwe saleskandidaten die via de website hebben gesolliciteerd te tonen. De filter had ik eerder in mijn kandidatenmanager aangemaakt, dus die hoef ik niet opnieuw aan te maken. Echter kan ik ook vanuit het widget zelf een nieuwe filter aanmaken. Je selecteert criteria en vervolgens verschijnen alleen maar de kandidaten die het specifiek aan de zoekopdracht doen in je widget. Zoals je ziet is mijn hele board gevuld en ingericht, maar ik ben nog niet klaar, want ik wil nog meer informatie tonen.
Hiervoor kan ik extra boards aan gaan maken via beheerboards. Ik klik vervolgens op het plusje en een nieuw board wordt gecreëerd. Mijn nieuwe board noem ik vacature dashboard. Ik kan eventueel ook gebruik maken van een template die een collega eerder heeft gemaakt en beschikbaar heeft gesteld. Echter ga ik voor een geheel nieuw board en er opent dus een blanco board die ik weer kan gaan vullen. Onderin heb ik nu een navigatiemenu waarmee ik door mijn boards heen kan bladeren. Dus ook als het er 3, 4, 5 of meer zijn. En op het touchscreen kan ik gemakkelijk heen en weer swipen. Uiteraard wil ik ook dit nieuwe dashboard gaan vullen met widgets. Dus ik ga er een aantal toevoegen. In ieder geval wil ik mijn vacature widget hebben. Ik ga ook gebruik maken van een aantal standaard rapportages, zoals de vacature voortgang en vacature eigenaar. En wat ik ook leuk vind is om een aantal eigen rapportages nog toe te voegen. En zo kan ik gaan beginnen. De widgets staan klaar, dus ik kan ze nu nog wat heen en weer schuiven, zodat ik de indeling aanpas en ook wat meer ruimte creëer voor mijn eigen rapportages. Dus ik verplaats er eentje naar onder, maak deze nog even wat groter, de onderste ook groter. Okay. Nu kan ik in het rapportage widget de configuratie afmaken. Bij rapport selecteer ik mijn rapport nieuwe vacatures. Ik noem het widget dan ook nieuwe vacatures. Ik selecteer nog even een grafiektype en vervolgens staat mijn rapportage meteen op het dashboard. Hetzelfde ga ik doen voor het widget eronder. Hier wil ik alleen de intakes tonen, dus ik noem hem dan ook intakes. Ik selecteer nog even een grafiektype en ook deze staat op mijn dashboard. Het leuke van die rapportage widget is dat je ze ook kan verdelen over verschillende tabbladen. Op die manier kan ik dus meer tonen op één dashboard. Ik noem dit tabblad even intakes. Ik ga het widget hernoemen naar recruitment rapportages en klik op bewaren. Nu kan ik een tweede tabblad gaan toevoegen. Ik klik op het plusje en selecteer het rapport voorstellen. En noem dit tabblad ook voorstellen. Ik selecteer wederom een grafiektype en klik op bewaren. Nu heb ik een rapportage widget met twee tabbladen waar ik doorheen kan bladeren. Ik open nog even de configuratie van het widget, want ik wil nog een derde rapport toevoegen, namelijk plaatsingen. Ik noem het tabblad plaatsingen en selecteer nog even een grafiektype. Het is ook mogelijk om de tabbladen automatisch te laten rouleren door de interval te wijzigen en zo in te stellen dat hij om de 5 seconden automatisch wisselt. Ik stel ook nog de reverse-interval in, zodat de rapportage real-time is. Kortom, mijn vacature dashboard staat klaar. Ik sluit de configuratiemodus af en ik heb nu een real-time overzicht voor alles wat voor mij belangrijk is. Intakes, voorgestelde kandidaten, plaatsingen en de nieuwste vacatures. Ik ben heel erg blij met mijn gemaakte dashboards. Ik kan even heen en weer swipen. Maar terug naar mijn overzicht. Ik kan hier ook heel gemakkelijk doorklikken naar een vacature. Deze opent zich dan automatisch. Ik kan eventueel gelijk wijzigingen maken. Ik sluit hem af en ga weer terug naar mijn overzicht. Dat geldt ook voor de rapportages. Als ik hierop klik, zie ik gelijk uit welke data de rapportage is opgebouwd. Ook hier heb ik weer de mogelijkheid om door te klikken. Informatie opent zich en ik kan weer afsluiten. Dus kortom, op deze manier heb ik gewoon heel snel overzicht van mijn processen en de acties die ik kan gaan uitvoeren. Ik wil mijn board graag delen, of het nou op een groot scherm is of met collega's die geen gebruik maken van Otis. En dit kan ook met Otis Go Board. In het boardsbeheerscherm kan je een board delen en een pincode of wachtwoord opgeven. In dit geval 1234. Ik klik op instellingen bewaren en bij deze is het board gedeeld. Je ziet ook dat het icoon net even wat anders eruit ziet. Als ik nu nogmaals op delen klik, dan zie je het eerder ingegeven pincode en de URL's waarmee ik het board kan delen. Eventueel met of zonder wachtwoord. Ik kopieer eventjes de tweede URL waar normaal gesproken je een mail voor uitstuurt. Deze URL ga ik openen in een tweede tabblad. Nadat ik hem hier heb geplakt, later een inlogscherm. Ik voer hier het opgegeven wachtwoord op en de rapportages op mijn samengestelde board is direct te zien. Dat is Otis Go. You are in control. Heel veel plezier en succes met het inrichten.